We gaan even, dat is heel leuk, dames en heren, jongens en meisjes. We gaan even naar de FaceTime. Dit is heel leuk. Ik zie nu de nieuwslezer in levende lijven op een live locatie. Het is niemand minder dan de man die alles kan, Robert-Jan Knoog. Goedemiddag. Hey Barry, wat goed je weer eventjes op deze manier live te spreken, man. Want ja, normaal zitten we natuurlijk altijd op een andere setting. En dan doe ik het nieuws en dan kondig jij me aan. En nou ja, er is weinig interactie, maar dit is heel erg leuk zo. Ja, precies, via de FaceTime. En het leuke is, jij bent natuurlijk onze nieuwslezer heel vaak. 'S Ochtends bij Koen en overdag en bij mij in de middag. Maar de reden dat ik je vandaag bel is omdat jij een hele leuke baan ernaast hebt, hè? Nou ja, ik doe onder andere inderdaad het nieuws lezen, maar ik doe meer dingen dan het nieuws lezen. Ik sta ook graag op podia om dingen aan elkaar te praten als dagvoorzitter en geef media- en presentatietrainingen. Zo, tot zover dit PR-blokje. Maar wat ik ook doe, heeft wel best, ik denk dat ik alleen maar het nieuws lees, maar ik doe daarnaast ook nog dat soort dingen. En wat ik sinds anderhalf, twee jaar doe, is dat ik ook huwelijken sluit. Ik ben bijzondere trouwambtenaar. Je bent een babs. Babs heet dat toch? Babs, ja, een babs. Tegenwoordig willen veel meer mensen gewoon een eigen trouwambtenaar. Je kan daar familie en vrienden voor inzetten en een dagje laten beëdigen. Maar ja, ik ben bijzondere trouwambtenaar en ben dus al sinds anderhalf jaar op de markt. Corona gooide wat roet in te eten, maar het begint weer te komen. Hey, maar ja, volgens mij vandaag is wel een beetje de dag van het goede nieuws, toch? Want de persconferentie komt eraan. Jij zit er natuurlijk bovenop. Hè? Al die berichten komen er allemaal binnen op allemaal 100.000 computers bij jullie bij de ANP. Jullie weten dat eerder dan Hugo de Jonge en Mark Rutte zelf, denk ik, of niet? Nou, ze moeten het wel eerst nog even beslissen. Hè? Hugo en Mark Rutte moeten dat nog wel even beslissen. Ja. En dan, ja, wat ook vaak gebeurt net op Prinsjesdag, waar alles uitlekt. Ook natuurlijk zijn de laatste paar dagen weer allemaal dingen uitgelekt over wat ze dan vanavond bekend gaan maken. Maar ja, die anderhalve meter natuurlijk, die er naar alle waarschijnlijkheid uitgaat. Hè? We moeten het allemaal vanavond nog definitief horen. Maar ja, dat is wel goed nieuws voor mensen die inderdaad alsnog willen gaan trouwen. Want heel veel mensen hebben hun huwelijken allemaal uitgesteld, omdat ze toch wel, ja, een beetje een behoorlijk feestje wilde. En ja. Soms waren natuurlijk ook horecagelegenheden gewoon dicht en kon het überhaupt niet. Dus heel veel mensen die trouwplannen hadden, zijn hier heel erg blij mee. Ja, en jij als bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand, hoe gaat het dan precies? Wordt alles een beetje uitgesteld of zo? Of hangen ze allemaal vandaag bij jou aan de lijn van Robert-Jan, het kan weer. We kunnen gaan trouwen. Zeg die baan als nieuwslezer bij het ANP op en we gaan de hele dag gaan je al die mensen trouwen en ringen en toestanden en zo. Nee, het leuke is, en dat weet jij ook, de combinatie van alle dingen. Want jij vindt het ook leuk om natuurlijk buiten 100% NL 's middags. Trouwens, gefeliciteerd nog met de verlenging van je contract. Hè? Oh ja, dankjewel, dankjewel. Ja. Ja. Ook eens nieuws van vandaag. Ja, hoor je de kassa? Wacht even, ja, hoor je. Ja. Oh, jij krijgt wel goed betaald. Ja. En er liepen al wat depressieve collega's op de gang. Die worden gekort. Ja. Nee, maar... Nee, ja. Nou, ik stond toevallig afgelopen zondag op een bruidsbeurs hier in Hoorn. En daar heb ik veel mensen gesproken die eigenlijk in eerste instantie dit jaar wilden gaan trouwen, maar die het nu hebben uitgesteld naar 2022. Daarbij stelde ik ook meteen de vraag van, heb je je locatie al geregeld? Waarop één iemand zei van, nou, we gaan volgende week even bellen. Ik zeg, nou, ik zou maar pas gaan bellen. Ja. Want veel locaties zitten al vol. Ja. Dus ik heb inmiddels ook al een huwelijk wat in juni 2023 staat gepland. Nee! Dus, oh. Ja. Ja, en dat, dus geldt natuurlijk, ja, dat geldt natuurlijk voor de bandjes, voor de DJ's, maar vooral locaties is altijd wel een ding, hè? De mooie locaties, de kastelen en dat soort dingen. Ja, de kastelen zijn als eerste weg. Ja, 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 ja. En hoe werkt het nou? Want het is grappig, als we jou dan boeken, stel je voor dat ik ga trouwen met mijn vriend, zijn nu 3 jaar samen. Ja, dus wordt tijd. Ja, precies, wordt tijd, hè? Ja. Dus zou ik jou kunnen bellen, maar als ik jou dan bel, wat ga je dan doen voor ons? Nou, als bijzondere trouwambtenaar trouw ik in heel Nederland. Dan word ik zeg maar voor een dag door die gemeente waar mensen trouwen dan benoemd. Dat wordt achter de schermen allemaal geregeld, hoor. En ja, wat ik doe, ik zeg het ook al, het is bijzonder. Wat ik ervan maak is dat ik er net even wat meer tijd in steek. Omdat ik bijvoorbeeld ook familie en vrienden erbij betrek. Die wil ik ook spreken. Die interview ik. En die wil ik natuurlijk uiteraard ook het bruidspaar horen. Want als je natuurlijk gewoon een bruidspaar hebt, dan vertellen ze natuurlijk alleen maar de leuke dingen uit hun leven. Terwijl je natuurlijk ook wel de sappige verhalen van vroeger wil weten van die Sleaze oude studievriend of iets dergelijks. Ja. Of een moeder die natuurlijk even vertelt over hoe de bruid vroeger was. En dan krijg je eigenlijk een heel bijzonder verhaal. En ik zit tenminste 2 keer bij het bruidspaar thuis om echt ook hun uitgebreid te bevragen. En ik wil alles van ze weten eigenlijk. En daarnaast krijgen ze nog vragenlijsten opgestuurd. Dus ik maak er van het eerste woord tot het laatste woord een persoonlijk verhaal van dat alleen maar over het bruidspaar en hun familie gaat. Dus dat maakt de bijzondere trouwambtenaar. En heb je ook bijzondere dingen meegemaakt? Want jij doet toch die interviews, komt er nog het een en ander naar boven. Minnaars, minnaressen, intriges, goede tijden, slechte tijden.
Ja, ik denk altijd, ik zeg ook altijd dat het verhaal moet een lach en een gelukstraan hebben. En dat is tot nu toe altijd gelukt. En ja, natuurlijk overal. En ook bij weer de paarden die ik afgelopen zondag sprak, daar vertelde ik dat er ook. En dan als je maar één of twee keer wat doorvraagt, er is overal wel wat. Of een oma die dolgraag nog wil komen. Of iemand uit het buitenland waar die ze al jarenlang niet hebben gezien. Of een bruidegom die heel vroeger slecht was met zijn vader en nu sinds 10 jaar weer hernieuwd contact heeft. Dus ze zitten vaak al in die gesprekken met mij. Aan de voorkant gaan de biggelende tranen al. Ah. Dus dat soort. Het is in heel Nederland, Barry, overal bij iedereen is echt wat. En dat is, maar ik benoem dat niet als van oh, wat erg allemaal. Maar je moet op zo'n huwelijk natuurlijk dat wel eventjes aanstippen, tenzij ze dat echt niet willen. Ja. Maar je kunt het daar ook wel even over hebben. Maar het gaat vooral om de sappige verhalen natuurlijk. Ja. Zijn er altijd, zeker bij studenten bijvoorbeeld, die student zijn geweest, was de laatste tijd ook allemaal in het nieuws met die studentenvereniging. Oh ja, de ontgroeningen en zo. Ja. Ja. En die worden natuurlijk ook echt volwassen en gaan trouwen, maar die verhalen ja, zijn... Ja, iedereen gaat trouwen een keer, ja. Tenminste, de meeste mensen die het willen gaan uiteindelijk een keer trouwen. Oh, Barry, ik hoop niet dat mijn vriend luistert. Oh jeetje. Ja. Hey, maar oké, Robert-Jan, maar het lijkt me echt een superleuke baan sowieso. Want je komt natuurlijk overal, je moet al die mensen... en je kan je elke dag helemaal klemzuipen op zo'n bruiloft... en dan wedding crashen en... Ja, nee, maar ik ben daar niet bij. Hè. Ik ben alleen bij de ceremonie natuurlijk. Nee. Ik maak natuurlijk alleen het begin mee. Ah. Want dat zeggen ze ook wel eens tegen mij. Van blijf jij dan ook eten en zo? Toen zei ik nee. Ik kom alleen natuurlijk gewoon als ambtenaar aan het begin van het feest. Als iedereen nog nuchter is. Hoewel er soms al van tevoren een glaasje wordt gedronken. Maar als iedereen nuchter is, dan... dan anders zitten ze natuurlijk allemaal half in die zaal te slapen. En niet in niks. Ik doe zeg maar het formele deel. Maar om te voorkomen dat het heel erg formeel wordt, wil ik het juist daarom wat leuker maken. En dus ik ben... En eigenlijk na dat eerste half uur, drie kwartier, max een uur, ga ik meestal de zijdeur af. Tenzij ik het paar ken, want dat heb ik ook meegemaakt dat ik daarna inderdaad nog dan mee at. Maar ik ben gewoon weg. Dus daarna hoeven ze geen bordje voor me neer te zetten. Aan de lijn Robert-Jan Krook, onze eigen nieuwslezer van het ANP. Robert-Jan, heb je ooit trouwens wel eens de ceremonie moeten onderbreken voor een nieuwsflash? Ja, dat zou wel zijn. Nieuwsflash, dat is toch ANP. Ik heb wel eens gehad dat ik natuurlijk een ceremonie... Ik heb mijn telefoon natuurlijk altijd een beetje stil erbij liggen. En ik heb wel, ik krijg natuurlijk omdat ik bij het ANP ook werk... van die persalert, zoals dat heet. Als er belangrijke dingen zijn, krijg je zo'n pop-upje. Dan zet ik hem wel uit tijdens een ceremonie natuurlijk. Maar ik heb wel eens tijdens een ceremonie inderdaad een pop-upje gehad. Dat ik dacht, oh, dat is wel groot nieuws. Dat kan ik niet. Als het zou kunnen, had ik het erin kunnen verwerken spontaan. Maar, of ik ga gewoon een spontaan nieuwsbulletin op dat moment doen, dat kan natuurlijk ook. Ja. Maar het is nog niet voorgekomen dat ik daarvoor iets moest onderbreken of dat mensen nee zeiden. Of we krijgen zo'n heel boekje ook van allemaal situaties die zich voor kunnen doen. Maar er hebben zich nog geen rare situaties voorgedaan. Ik hoop dat ze nog komen. Nou, misschien kan je vandaag nog een leuk nieuws. Kan je nu misschien nog even een nieuw nieuwsbulletin doen? Even een binnengekomen bericht dat ene B. Paf uit Amsterdam een contract getekend heeft voor 3 jaar bij 100% NL bijvoorbeeld. Zojuist is bekend geworden dat Barry Paf, een heel bekende DJ van de radiozender 100% NL, een nieuw contract heeft getekend bij diezelfde zender. Het contract zou gaan over 3 jaar en hij zou daar flink meer door gaan verdienen. En tot zover het ANP-nieuws. Dankjewel, Robert. Dat laatste is gegokt. Ja, precies. Nou, helemaal top. Je hebt de eigen site, hè? Dan kunnen we je vinden, geloof ik. Bijzonderetrouwambtenaar.nl. Nou, hele fijne dag en ik spreek je weer op het nieuws. Hè? Wanneer horen we je weer? Want vandaag ben je vrij, hè? Ik ben morgenochtend 6 uur. Oh, nou, dan denk ik aan je. Dan slaap ik nog. Groetjes aan Koen Hansen. Zal ik doen. Dag, Robert-Jan. Hoi. Barry.